Goedemiddag. U kijkt naar het weerjournaal van weerplaza.nl. Een rug van hoge druk boven het Europese vasteland onderdrukt eigenlijk alle vorming van wolken. En in de loop van de middag is het zelfs strak zonnig overal. Soms zijn er wat velden met sluierwolken, maar dat mag allemaal niet heel veel naam hebben. De meeste wolken die zien we in Oost-Europa en boven de Britse eilanden. En daar kan lokaal een enkele regen- of onweersbui ontstaan. En dit patroon dat blijft eigenlijk vandaag en ook vrijdag hetzelfde. Maar in het weekend dan komt het polaire front geleidelijk dichterbij en zal de temperatuur ook na het weekend ook merkbaar gaan dalen. Want op dit moment is het overal bij ons warm. Op de meeste plaatsen temperaturen van 30 graden of misschien wel meer. Want het oude dagrecord uit 2001, gevestigd in Maastricht van 31,3 graden, was rond 10 over twee vanmiddag verbroken in Gilze-Rijen, Want daar werd het op dat moment 31,4 graden. Ook wordt het vandaag de eerste tropische dag in de beeld van augustus. En het is ook pas sinds 2001 dat er in de beeld een tropische dag in de laatste 10 dagen van augustus is gemeten. Maar als we dan gaan kijken naar vanavond, dan is te zien dat het nog lang helder blijft. De temperatuur ook hoog. En voor, de, voor deze tijd van de dag met 25 graden ongeveer, en daarbij een zwakke zuidoostenwind, is het bijvoorbeeld ideaal weer voor een barbecue. Vannacht blijft het ook nog lang helder, maar vooral hoge minima. De temperatuur komt op veel plaatsen niet onder 18 graden uit. Er zijn enkele wolkensluiers, maar over het algemeen blijft het gewoon helder. Morgen is er dan opnieuw veel zonneschijn en het kan wederom record warm worden. Het all-time record van de beeld staat vanmorgen op 31,8 graden. Dus wanneer we 31,9 graden halen dan zitten we op dat record. En het all-time dagrecord van 25 augustus staat op 34,1 graden. En met lokaal 35 graden in het oosten van Brabant of noorden van Limburg moeten we ook daar overheen kunnen gaan. Er zit een zwakke of matige zuidoostenwind. En voor de strandgangers is het wel eventjes van belang dat in de loop van de middag er wel een verkoelende zeewind kan opsteken. En dan temperatuur die daalt aan, aan zee naar ongeveer rond 25 graden. Maar op de meeste plaatsen in Nederland wordt het dus tropisch warm met maximaal tussen 30 en lokaal 35 graden. De komende dagen blijft het dan eigenlijk onverminderd zomerweer. Vrijdag steekt er wel een noordenwind op, waardoor het in de kustprovincies vooral wat koeler wordt. In het midden en verder in het binnenland uh, wordt het wel tropisch warm, met temperaturen van 30 of 32 graden. Maar in de smalle kuststrook wordt het dus niet warmer dan een graad of 25. Ook zaterdag en zondag is het nog warm, met op zaterdag lokaal nog tropische temperaturen. En misschien in de beeld dan wel registratie van de eerste landelijke hittegolf van dit jaar. En ook zondag kan het nog zomers tot tropisch warm worden. Op de lange termijn is te zien dat eigenlijk vanaf maandag de temperatuur flink daalt. Want het polaire front trekt dan in de nacht van zondag naar maandag over. Misschien dat er dan lokaal een enkele regen- of onweersbuit tot ontwikkeling kan komen. Maar ook volgende week ziet het er niet heel onaardig uit. Regelmatig zon, niet al te veel regen en ook temperaturen die soms kunnen oplopen naar waarde eh, tegen of rond 25 graden. Mijn naam is Wilfred Jansen van weerplaza.nl.